klacht van de dag. Hallo, ik ben Marijke en ik werk bij de Nationale Ombudsman als senior klachtbehandelaar. Ik wil wat vertellen over een telefoontje dat ik kreeg van een meneer met een klacht over het UWV. Hij had door een fout van het UWV te veel uitkering ontvangen en daarvoor had hij een betalingsregeling getroffen. Zijn inkomen ging op dit moment omlaag, dus hij wilde graag een lager maandbedrag. Daarvoor nam hij contact op met het UWV en wat bleek, het UWV keek ook eens naar zijn inkomen en dacht, we kunnen dat maandbedrag wel omhoog doen. Dus dat was totaal niet wat hij had verwacht. Contact met het UWV leverde niet zoveel op, dus vandaar dat hij de ombudsman belde. Ik heb contact opgenomen met het UWV om te vragen hoe dat nou toch kan. Dat als je om vermindering vraagt, dat je eigenlijk bijna een verdubbeling van je maandbedrag te horen krijgt. En of ze ook wel rekening hadden gehouden met hun zorgkosten en hun woonlasten. Als antwoord kreeg ik dat ze met hun hand over het hart zouden strijken. En het maandbedrag zouden laten op wat het was. En dat ze over 6 maanden nog een keertje zouden kijken hoe het er dan voor stond. Wat in ieder geval belangrijk is, is dat je in de gaten houdt hoe lang je recht hebt op een uitkering. Want niks is zo vervelend als achteraf te moeten gaan terugbetalen. Een andere tip is nog dat op het moment dat je merkt dat je inkomen omlaag gaat, je op tijd aan de bel trekt bij de instantie, omdat ze dan kunnen kijken of er misschien wat mogelijk is. Ik ben Renier van Zutphen. Ik ben de Nationale Ombudsman. Met 170 collega's staan wij klaar als het misgaat tussen u en de overheid. U kunt ons bellen, iedere dag. Hebt u een klacht? Laat het ons weten.